Hallo allemaal en goedemorgen. Het is opnieuw belachelijk vroeg. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld, de allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik ben een beetje moe en suffig. Ik heb gisteravond dit spelletje gespeeld, Pool, met mijn dochter. Die is er heel goed in. Dus ik heb eigenlijk alleen maar verloren. Het is echt vernietigend. Was het vernietigend. Ik heb geen enkele kans gehad. En in het begin had ik niet eens alcohol gehad. Dus toen werd ik heel scherp en nuchter. Het maakt geen ruk uit. Vreselijk hoe ik verslagen ben. Ik heb op een gegeven moment... Verliest. Zij heeft twee kinderen. Die zijn ongeveer de leeftijd van mij en van mijn kind. Kunt u poelen, burgemeester Halsema? Ik niet. Ik ben er waardeloos slecht in. Bij 9-0, ja, dat hoort u goed, 9-0 stond het op een gegeven moment. Ja, papa voelt zich niet zo lekker. Het beetje, als die muziek staat zo, ook zo hard. Ja, zullen we lekker naar huis gaan? Kijken we een film? Trekken we onze pyjama aan? Afschuwelijk. Echt vernietigd werd ik. En het was niet dat ik ook had kunnen winnen of zo. Nee. Verliest u spelletjes en dingen van uw kinderen? Ik steeds vaker. En ik kan het gewoon niet hebben, want ik zou makkelijk van haar moeten kunnen winnen. Met alles. Maar ik ben veel slimmer dan zij. En veel sterker. Ik verlies voortdurend. Het was echt... Echt waar, mevrouw de burgemeester. Het was vernietigend. Het was embarrassing. Afschuwelijk. Naar naar huis. En ze vonden wel prima. Ik heb met 9-0 gewonnen van mijn vader. Het had wel 20-0 kunnen worden. Ik ben blij dat ik ermee gestopt ben. Afschuwelijk. Vernietigend. Vernietigend. Ach, Jezus. En verliezen met een spelletje. Ja, dan slaap ik gewoon slecht. En dan word ik de volgende ochtend gewoon helemaal chagrijnig wakker. Ik kan het echt niet hebben. Oké. We gaan het een beetje hebben over Amsterdam. En dit is met name interessant, denk ik, voor de mensen. De trouwe kijkers. De trouwe kijkers van dit kanaal. Want dit kanaal is razend populair. Dit is het parool en daar staat vernietigende uitspraak, dubbele punt. Slop mocht het bestuur van het Haga Lyceum niet wegsturen. Dat is wat hier staat. Wat is hier allemaal dan? Nou, dit wat u hier ziet, dit gebouw, dat is een schoolgebouw in Amsterdam-Nieuw-West. Waar is het? Geuzenveld volgens mij. Het is in de buurt... van station Sloterdijk, een beetje, die kant op. En deze school, vroeger was het een andere school. En toen heeft het heel lang leeg gestaan, dit gebouw. En toen kwamen er dan plannen voor een nieuwe inrichting van het gebouw. De gemeente van Amsterdam in Nieuw-West, die hebben altijd dezelfde plannen, mevrouw de burgemeester. Alles wat leeg staat... Voor een kweekvijver. Vingerverf, speelruimte. Weet ik niet, misschien zetten ze er ook een poeltafel in. Maar het is altijd hetzelfde. Vegetarische pop-up winkel. Herbruiken van textiel. Het is altijd meteen een bazaar. Dat doen ze altijd in Amsterdam-Nieuw-West. Want ze hebben geen idee. Maar dit keer... was er zowaar een groep inwoners van Amsterdam-Nieuw-West. En die hadden betere ideeën. Die dachten,
Nog zo'n motherfucking vegetarische pop-up winkel. Alsjeblieft niet. Ik ben er klaar mee. Wij gaan daar de allereerste en de enige, voor zover ik weet, islamitische middelbare school van Amsterdam inrichten. En dit is niet de gewone islamitische middelbare school. Dit is een hele strikte, zogenaamde salafistische islamitische school. Het is heel leuk dat deze school daar is. En het is ook heel logisch dat deze school daar is. Maar de minister Slob, die begrijpt niet waarom die school daar is. En vanaf het moment dat die plannen werden aangekondigd, dus nog voordat er ook maar iemand in dit gebouw zat en onderwijsgenoot, begon, let u op mevrouw de burgemeester, begon het gillen en het janken en het stampvoeten. Aanvankelijk het allereerst van de gemeente van Amsterdam. En dat werd gedaan door deze mevrouw, Simone Kuckrijm. Voor de mensen die Simone Kuckrijm niet kennen, zij is onze wethouder. Jeugdzaken, sociaal, diversiteit, knuffelen en virtue signaling. Dat is wat zij doet. En het valt u wellicht hier al op. Mevrouw, dan laten we het verschil kijken. Dit is Femke Halsema. Kijk. Dat is een vrouw van rondom de 50. Dit is Simone Kuckrijm. Die is aanzienlijk jonger. En moet u even kijken. Tada! Ja, goed opletten. Deze kinderen zijn 6, 7. En zoals je ziet, hebben die kinderen net zoveel schouders. En net zoveel gewicht. En net zoveel spiermassa. Als Simone Kuckrijm. Kind, eet jij wel goed? Eet je wel goed? Neem wel lekker een bruine boterham met ossenworst of zo. Want dit is, kijk, zo bleek ook hier, met dat wit. Ik vind dit een van de beste foto's van Simone Kuckrijm. Hier ziet ze er echt uit van, nou, met deze nieuwe medicatie hoor ik de stemmen in mijn hoofd niet meer. Weet je, alsof ze, weet ik niet, met gesloten deur. Opname met gesloten deur. Maar goed, zij doet ook onderwijs. Jeugd. In de breedste zin het woord. Ik vind haar afschuwelijk. Zij is van D66. Volgens mij. Kunnen we dat checken? Ja. Zij is van D66. Hey, dit zijn haar foto's op het website van de gemeente van Amsterdam. Het is heel bijzonder om te zien bekijken. Rechtenvrij foto's. Dus deze foto's mogen laten zien en kopiëren. Even goed opletten. Kijk. Mooi, hè? Dat zwart op zwart. Oh, die is leuk. Heb jij het condolianceregister al getekend? Kijk, dan heb je een leuke spontane foto op de gracht. Wie is dat meisje van 11? Dat is Simone Kuckrijm. Dus. We doen hem ook een keer in het zwart-wit. Ja, 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 ja. En deze. Ja, allemaal bij black. 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 Wat vind jij van de Depeche Mode? Wat vind je van de Depeche Mode? I'm taking a ride with my best friend. Dun, 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 dun. Nou goed, jongens, ik stop ermee, want ik begin te denken aan een roestig scheermesje. Ja, nu met de Depakine heb ik veel meer rust in mijn hoofd. We zijn heel fijn, en we vinden wij heel fijn voor je, Simone. Ach, oh god. Anyway, die school die opent, Simone Kuckrijm begint te gillen. Wij moeten, en het argument van de gemeente was een combinatie van dingen. Maar basically was het, de directie, het bestuur van deze school,
daar zitten mensen tussen, of zij kennen mensen. En die zijn helemaal dol op Bin Laden en Al-Qaeda. Nee, die hebben de verkeerde dingen getwitterd. En die hebben de verkeerde websites bezocht. Er wordt niet beweerd dat ze terroristen zijn. Maar ze twitteren de verkeerde dingen. Daar komt het op neer. En toen die school open ging. Toen moest die school... Wij willen ze niet. De gemeente van Amsterdam die wilde ze niet. En ze gingen de situatie nauwlettend in de gaten houden. Vanwege al die verkeerde Twitter-opmerkingen. Let u op, mevrouw de burgemeester. Al die verkeerde opmerkingen op Twitter. En weet ik niet. Ze vonden, dit is een leuke foto. Ik geloof er niks van. En wij ook niet, mevrouw de burgemeester. Aardig. Kun je ophouden. Dit is tijdens de raadsvergadering. Moet je kijken. Wat een scheidbaan, hè. Anyway. We willen dat bestuur niet. En we zijn heel bezorgd om die kinderen. Die er niet op zitten nog. Ja. Het idee was dan van... Die kinderen die worden onttrokken aan de rechtsstaat en aan de democratie. Als dat zo is, dan worden ze het overdag ook als ze thuis zijn bij hun ouders. En ieder weekend en iedere avond en iedere vakantie. Maar goed, ze worden onttrokken aan de rechtsstaat en de democratie. En deze school zou dan het verkeerde gedachtegoed uitdragen. Dat was een beetje de insteek. Hashtag ophef, u kent dat wel, hashtag ophef, van die mevrouw die ik net liet zien. Die hele magere mevrouw, die eruit ziet alsof ze, weet ik niet, bulimia heeft, maar een hele heftige vorm. Zij kotst zelf het eten, Simone Kukenheim kotst het eten wat ze niet gegeten heeft op. Gewoon voor de zekerheid. Dan blijft ze lekker dun. Als het hard waait... dan krijgt Simone Kukenheim een chauffeur van de gemeente. Want met wind, dat kan gewoon niet. Dan komt ze niet op kantoor. Dan waait ze weg. Dus deze school mag er niet komen. Nou, die school die komt er natuurlijk toch. Jij mag welke school dan ook maar beginnen die maar wil. Privé scholen. Radenvrije scholen. Reformatorische scholen. Basically, als je de subsidies bij elkaar weet te krijgen en voldoende leerlingen X hebt en nog een paar andere boxjes worden afgetikt, dan ben jij in school. En zolang iedereen zich daar mag inschrijven, ben jij een openbare school, krijg geld. Geld van het ministerie van Onderwijs. Ja. Okay, waarom zit deze school hier in Amsterdam Nieuw-West? Nou, deze school, mevrouw de burgemeester, die zit in Amsterdam Nieuw-West om dezelfde reden. Dat al die snackbars en coffeeshops en steakhouses en kaaswinkels en chocoladewinkels en McDonald's en al die troep in de binnenstad zit. Ja, in de binnenstad heb je allemaal van die Mongolen toeristen. En dat, al die troepwinkels waar je als gewone Amsterdammer nooit heen gaat, dat willen die toeristen hebben. Ja, dus er zijn daar alleen maar toeristen. Die toeristen willen die troep. Dus kun je die troep daar kopen. Hier in Amsterdam Nieuw-West zijn gewoon een hoop mensen strikt religieus. Ja, salafistisch, whatever. Gewoon strikt religieus. Laten we het daarop houden. Dus er is een enorme behoefte aan een strikte religieuze school voor middelbaar onderwijs. Want dat bestaat niet. Je hebt wel religieuze scholen hier in Amsterdam West voor lager onderwijs, basisonderwijs. En die doen het fantastisch goed. Groot nieuw gebouw. Heel veel leerlingen heen. Waarom? Dat willen die ouders voor hun kinderen. Net zoals die toeristen in de binnenstad alleen maar willen suipen en steakhouse. En weet ik niet, pizza voor 5 euro. Ja? Hier wonen geen toeristen. Heb je niet daar. Daar heb je allemaal strikte religieuze mensen. Dus die willen zo'n school. Laat ze lekker. Who cares? Jij hoeft er niet heen. Jouw kind hoeft er niet heen. En ga me nou niet vertellen dat alle andere scholen in Amsterdam Nieuw-West zo geweldig goed zijn. Kent u het Marcanti College? Daar moet u een keer gaan kijken. En dan doen we gewoon een soort enquête onder de kinderen van het Marcanti College.
En de kinderen van deze school. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Ik denk dat die kinderen hier het allemaal veel leuker vinden, hun ouders ook. Maar kan die college, dat is Jezus. Dan wil je niet doodgevonden worden. Zit daar ook in West, zit hier ook vlakbij. Dit is ook, weet ik veel, loopafstand. Maar ik loop graag. Burgemeester Halsma fietst graag. Anyway, vanaf het moment dat die school open gaat, hè, zijn er doorheen. Wij moeten ze niet. En we gaan dit. En we gaan heel strikt toezicht houden. En we gaan er bovenop zitten. En we gaan zes en zo. Helemaal virtue signaling. Gillen, gillen. Hashtag, wij zijn er mee bezig. En die school die moet kinderen werven natuurlijk. Dus, wat gaan ze doen? Ja, flyeren natuurlijk. Wat moeten ze doen? Een fucking zeppelin huren? Dus zij gaan flyeren. En ze gaan flyers uitdelen. In heel Amsterdam-Nieuw-West. Ze huren een paar vrijwilligers in. Die hier heel enthousiast over zijn. Die mensen stappen allemaal op de fiets. Dus wij krijgen ook zo'n flyer. En in die flyer zitten spelfouten en grammaticale fouten. Mijn dochter volgt nu 10 jaar onderwijs in Amsterdam. Ja, waarvan 8 jaar lagere school, 2 jaar middelbare school. Grammaticale fouten in communicatie van hun school. Welcome to my world. Dat is min of meer de standaard. Dus het is niet van, oh, zie je, ze kunnen niet eens spellen. Nee, al die scholen kunnen niet spellen. Het is erbarmelijk. En Amsterdam Nieuw-West, de scholen daar, oh, breek mij de bek niet open, mevrouw de burgemeester. Als ik eraan denk, nee, ik denk niet eens dat dat mag van mijn huisarts. Ik kan me herinneren dat ik ooit een briefje van mijn huisarts heb gehad. Waarop staat, niet meer nadenken over de school van je dochter. Of de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. Moet je gewoon niet doen. Ik krijg hartaanval op je 50ste. Ik ben ongeveer hetzelfde leeftijd als burgemeester Halsema, maar ongeveer 50. Anyway. Vernietigende. Trouwens, haar zoon ging eerst naar een zwarte school. Maar daar heeft ze hem van afgehaald. Wij kunnen daar een beetje over mee praten, mevrouw de burgemeester. Wij hebben ons kind ook op een gegeven moment van een school afgehaald. Of meer correct. Ons kind heeft op een gegeven moment zoveel tegen ons geschreeuwd bij het avondeten. Dat we dachten, oké, ja, we doen het. Ik wil naar een andere school. Gaan we doen, Engel. Rustig, rustig, rustig. Je hebt je mond vol. Maar dat heeft zij dus ook meegemaakt. Het onderwijs Amsterdam is allemaal poep. Dus zij gaan mensen werven, ze sturen flyer de wijk in en op die flyer staat. Als je bij ons op school komt, krijg je gratis fiets of zoiets. Of je krijgt een gratis laptop. En noem maar op. Het was een beetje een rare brief, vond ik. En dat werkt blijkbaar wel. Dus die school die haalt het juiste leerlingenaantal. En die school gaat open. En sindsdien is het om te huilen. Sindsdien is het om te huilen. Met die school, want de Nederlandse media, en die is grotendeels gevestigd in Amsterdam, die heeft besloten, die school willen we niet. En die school die heet het Cornelis Haga Lyceum. Ja, let even op, dit is het parool, doe ik Haga Lyceum, moet je kijken. Burgerschapsonderwijs, dit is het allerbeste, maar goed, daar gaan we. Moet je kijken, vernietigende uitspraak, rechterveldoordeel, debat, escaleert, inspectierapport, ruit ingegooid, schadeclaim, rechtbank, AIVD, wel degelijk dreiging. Het gaat maar door. Kun je je voorstellen dat je kinderen erop zitten? Oké, dan hebben we inderdaad een ruit ingegooid, mevrouw de burgemeester. En we hebben een groep gekken gehad. Extreemrechtse gekken die het dak hadden bezet. Ik weet, ik veel wat. Het is echt een nachtmerrie voor die mensen allemaal. Voor die ouders, voor die kinderen die erop zitten en voor dat bestuur. En het is een bende natuurlijk, want alle scholen zijn een bende. Alle scholen, als je ze zo onder de loep legt. Ik zou zeggen, doe dit bij het Cartesius. En doe dit bij het Fossius. En doe dit bij het Bartleus. En dan weet je, god, dan niet dit. Maar dan vind je andere benden. Geloof me dan maar. Doe dit bij het Montessori Lyceum. Of het Amsterdamse Lyceum. Nee, daar wordt drugs gebruikt, jongen, door kinderen. Je hebt echt geen idee hoe erg het is. Maar goed.
De scholing moet dicht. Wij moeten die school niet. De AIVD zit er bovenop. Het is een complete waanzin. De AIVD is een middelbare school in de gaten aan het houden. Want wat is de gedachtegang hier? Gewoon, we willen die kutschool niet. We hebben daar geen zin in. Wij weten het beter. Maar de mensen die hier wonen, die mensen die zijn, er is niemand die dat ontkent. En de mensen die hier wonen, mensen die zijn, een groot percentage van deze mensen zijn strikt religieus. Heel erg strikt. Tot en met klederdracht, eten, gebruiken, naar de moskee, de hele handel. Dit is wat die mensen willen. Kun je helemaal niet tegenhouden natuurlijk. Ja, klaar, het is hun leven. Ik zou het niet willen. Maar die mensen willen dat nou helemaal. Dus het is eigenlijk geestig dat dit niet eerder gebeurde, deze school. Want het gebouw stond, weet ik veel, jaren leeg of lang leeg. Nou, dan gaat de minister zich mee bemoeien. De regent in Den Haag. En de regent in Den Haag, die gaat deze situatie wel even, ja, dat noem ik altijd hesteren. Hesteren. Dat is een werkwoord hier in Amsterdam. En dat heb ik zelf verzonnen. Let u op, mevrouw de burgemeester. Hier in Amsterdam, als jij heel hard met je vuist op je bureau slaat en gewoon hele domme dingen roept, dan hester jij de situatie. Ik hester dat wel even. Dat is naar deze mevrouw. Die mevrouw die heet Hester Korver. Zij is van de Raad voor Kinderbescherming van Amsterdam. Dit is de alle... Hier kun je goede foto's zien. Hier kun je ook goede foto's zien. Kijk, een glimlachen. Dat is Hester. Dat is Hester Korver. En als jij gewoon op je bureau slaat en hele domme dingen roept. Ook wij moeten er meer bovenop zitten. Doen we, Hester. Doen we. We gaan er meer bovenop zitten. Hier ook. Hier moesten we ook bovenop. Wij zitten er bovenop. Kijk, er komt geen einde aan. Je wordt er kort ziek van. Iedere keer hetzelfde geloof. 4 pagina's. Echt vanaf de opening. En waar blijft de verontwaardiging over reformatorisch onderwijs? Dat klopt. Dat is net zo ziek. Of net zo gek. Het reformatorische onderwijs, die geloven in het onfeilbare woord van God. Even kijken, reformatorisch onderwijs. Reformatorisch onderwijs. Daar moeten jongens eruit zien als jongens en meisjes als meisjes. Even kijken. Hier. Ze geloven. De protestants-christelijke godsdag. Hierbij wordt uitgegaan van de Bijbel als het staat er echt, onfeilbare woord van God. Hartstikke goed. En ze worden refro-scholen genoemd. En ze doen de Bijbel en de Statenvertaling. En ze doen de formulieren van de eenigheid. En dan, ze staan bekend om hun kledingvoorschriften. Er moet een duidelijk verschil te zien zijn tussen jongens en meisjes. Dit betekent, staat er echt, dit betekent dat meisjes geen broek, pantalon of jeans aan mogen. Verder mogen jongens geen lang haar hebben. En die kledingvoorschriften die verschillen een beetje per school. Er zijn 200 basisscholen. 200 basisscholen. Dit is er één. Één islamitische school. Maar goed. Maar wat blijft die verontwaardiging dan? Ja, ik had altijd al een teringhekel aan het reformatorische onderwijs. Maar goed. Dan hebben we een hippe, moderne imam. Weet je, dit is de hippe moderne imam. Die vindt dat mensen gewoon af en toe een jointje mogen roken en homo's mogen trouwen. Ja, het is allemaal niet zo goed met die school. Het is allemaal niet zo goed. Weet je, de moslims willen zogenaamd ook deze school niet. En dat is gewoon niet zo. Die school is razend populair. Het doet het heel erg goed. Meer leerlingen. Weet u waarom, mevrouw de burgemeester? Omdat het daar in die wijk wemelt van de kinderen. In Amsterdam Nieuw-West heb je zoveel kinderen. Dat is onvoorstelbaar. En ouders willen gewoon strikt religieus onderwijs voor hun kinderen. Want ze zijn strikt religieus. Ja, net als reformatorisch. Ja, Oké. Gaat de minister zich ermee bemoeien? Die hestert de situatie. Slaat op zijn bureau.
Dat bestuur moet oprotten. Ja, oké, okay, die school. Waar heb je het over, gek? Wie de fuck ben jij dan wel? Wij stappen naar de rechtbank. Ik had het hier met een kennis van mij over. Ik zeg, die school die wint. 100% zeker. Moet jij maar... Nee, echt niet. Ja, echt wel. Dat heb ik mooi gedaan, hè. Eenzaam, iemand met een hoofddoek helemaal in het zwart, die dat gebouw inloopt. Die heeft iets heel onheilspellends. Jezus. Oké, okay, we gaan het lezen samen. Nee, toch. Er is onvoldoende reden om het voltallige bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum weg te sturen. Sorry, ik dacht dat het Cornelius Haga was. Mijn excuus. Dit heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Waarom heet het in godsnaam Cornelius Haga? Waarom heet het niet, weet ik niet, iets Arabisch, denk ik dan. Wat raar, hè? Maar oké, okay. Het vonnis is een klap voor onderwijsminister Arie Slob. Volgens de rechters had hij in september vorig jaar een onvoldoende reden om het schoolbestuur tot aftreden te manen. Totdat een maand later nog niet was gebeurd, kondigde de minister aan de financiering van de school te staken. Ja, dus je moet het zien als een soort maffia-achtige praktijken, weet je. Als jij mij geen beschermingsgeld betaalt, dan steek ik je restaurant in de fik. Of laat ik een granaat achter bij je deur. Weet je, dit noem je staatsterreur. Let u op, mevrouw, is maar de staatsterreur. Dus wat je zegt is, ik bepaal wie er in het bestuur zit. En het kan me niet schelen wat die ouders allemaal willen en wat voor religie die mensen zijn. Fuck you. En als jij geen ontslag neemt, dan krijg je helemaal geen geld meer. Dus je moet je even voorstellen, in dit gebouw zitten allemaal kinderen met de kachel uit. Vanaf september vorig jaar. Doe muts op, doe je handschoenen aan. Want de minister wil geen financiering meer betalen. Dus de kachel doet het niet op school. We zitten daar in het donker, mama. Ja, toch moet je naar school. Niet piepen. Dit is belachelijk, maar goed. Volgens de rechtbank, de rechtszaak draaide om deze aanwijzing die het einde van de school had kunnen inluiden. Volgens de rechtbank was de minister op zich gerechtigd tot een aanwijzing, omdat er enkele uitgaven waren gedaan door de school waarbij sprake was van zelfverrijking en wanbeheer. Nou, zelfverrijking, heel storend, wanbeheer. Kent u het Marcanti College? Vraag eens of Simone Kukenheim het Marcanti College kent. Dat is een leuke school, jongen. Nou, die is al leuk. Grote mate van vrijheid. Slob greep in bij de school uit Nieuw-Weest mede op basis van vermeende tekortkomingen bij burgerschapskundelessen. Volgens de rechtbank was daar onvoldoende reden voor en heeft de school een grote mate van vrijheid bij het invullen van de burgerschapsopdracht. Omdat in bijvoorbeeld de geschiedenis- en biologielessen hieraan aandacht wordt besteed, voldoet het Haga Lyceum aan de wettelijke eisen. Wat is dat? Burgerschapskunde. Nou, dat hebben we te danken aan de gekken hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam zijn wij doods en doods bang dat kinderen voor zichzelf gaan denken. Dat is niet de bedoeling. Ben je krankzinnig? Hallo? Nee, nee. En waar we nog veel banger voor zijn, is dat ouders zelf ideeën hebben over wat goed is voor hun kinderen. Weet je, hoe je moet denken over de maatschappij en hoe de maatschappij werkt. Dat is de gemeente van Amsterdam, die apen in de stoompraak, die zijn daar doodsbang voor. Dus op een gegeven moment hebben die apen in de stoompraak bedacht, wij kunnen dat het beste, wij zijn de overheid en wij zijn het. Gewoon onfeilbaar, net als dat woord van God, weet je, het onfeilbare woord van God. Nou, dit is het onfeilbare woord van de gemeente van Amsterdam. En dat is die hele magere mevrouw, die eruit ziet als een 14-jarige. En wij hebben hier in Amsterdam toen besloten dat we de Nederlandse overheid burgerschapstraining gaat geven aan onze kinderen. De overheid gaat je leren hoe je een goede burger moet zijn. Doe je fiets in de fietsenstalling. Lopen even die extra 100 meter voor die prullenbak. Scheid je batterijen. Betaal je belasting op tijd.
En doe liefst tegen handhavers en politie en zo. Zeg nooit klootzak als je op de EHBO zit en ze trekken te hard aan je gebroken vinger. Dat burgerschapstraining. Een soort Cornelouche-achtige toestand. Bij Kampuchea aan de Amstel. Nou, voor zover ik weet, de meeste ouders, die moeten heel erg hard kotsen van burgerschapstraining. Want als er nou een club Mongolen is, die niets kunnen leren over hoe het is om een burger te zijn, dan is het wel de Nederlandse overheid. En binnen die Nederlandse overheid, als er nou een club mensen is die nooit of te nimmer met hun fucking propaganda bij je kind in de buurt wil, dan is het wel de gemeente van Amsterdam. Die apen in de stopera, die zijn dan aan het gillen, poepen op de grond, smijten die stront tegen het behang, vegen er wat papier overheen. Huppatee, nieuw voorstel, burgerschapstraining. En dat doen we dus, daar zijn we gewoon mee begonnen. En tegenwoordig heet het zelfs burgerschapskunde. God alle Jezus, wat een kunde. Ik moet er van kotsen in mijn mond. Ons kind heeft het net niet meer meegemaakt. Ze zou het wel moeten krijgen. Want ze begon het op te dringen in groep 8. Maar de school waar ons kind op zat, die ging fuseren met andere scholen. Die hadden allerlei organisatorische problemen. Dus die zeiden, weet je jongens, dat burgerschapstraining, leggen we op de plank. Volgend jaar hebben we een heel ander bestuur. En die kinderen hadden er allemaal geen zin in. En alle ouders waren al aan het gillen. Mijn kind hoeft daar niet heen. Oké. De rechtbank vindt dat Slob ook te ver gaat met zijn eis dat het Haga Lyceum openlijk afstand moet nemen van een vijftal personen rond de school, die door de AIVD zijn aangeduid als salafistische aanjagers die radicaal islamitisch gedachtegoed zouden promoten. Volgens het vonnis spelen sommige van de vijf slechts een beperkte rol en is van geen van hen vastgesteld dat ze omstreden ideeën zouden hebben verspreid op de school. Daarmee valt hun aanwezigheid binnen de vrijheid van onderwijs, al dus de rechtbank. Het is heel bijzonder, hè, mevrouw Halsema. Kijk, in de stad, in de binnenstad, kaaswinkel, weet ik veel, McDonald's, slechte steakhouse, vies bier, in grote pullen. Waarom? Nou, daar heb je allemaal toeristen. Dat is wat die toeristen willen. In Amsterdam Nieuw-West heb je een islamitische school. Waarom? Er wonen ruim van islamitische mensen. Dat is wat ze willen. En dit is echt heel bijzonder. Dus de AIVD zegt, dit zijn salafistische aanjagers, gebaseerd op niets, want er blijkt helemaal geen bewijs van te zijn. Sowieso. De AIVD levert nooit bewijzen. Ja, hun bewijs is altijd geheim. Fantastisch goed is dat. Het is fantastisch goed. Jij bent een winning. Heb je daar bewijs van? Zodat ik verweer kan voeren? Nee, dat is geheim. Oké, te gek. Dan kan ik geen verweer voeren. Dus ze hebben een hele beperkte rol. En er is helemaal niets vastgesteld. Het is gewoon puur gossip. Hartstikke leuk. De rechtbank hecht ook waarde aan het feit dat de onderwijsinspectie eind 2018 een positief concertrapport gereed had over de school. Dat ging van tafel toen begin 2019 de AIVD in een zogenaamd ambtsbericht de autoriteiten waarschuwde over radicalisering rond de school. Dus er is daar ook controle geweest, een onderwijsinspectie, in de hoop natuurlijk rottigheid te vinden, zodat ze die school dicht kunnen gooien. Oh nee, allemaal reuze positief. Dan gaat de AIVD roddelen, want de AIVD dat zijn een soort meisjes van 14 met een telefoon. Plip, 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 roddelen, roddelen, roddelen. Zij noemen het alleen een ambtsbericht. Wat is een ambtsbericht? Net zoiets als een appje, vol met bullshit, weet je wel. Minken heeft getongzoend achter het fietsenhok met Jochem. Oké, maar dan in meer officiële taal. En dat wordt dan heel serieus genomen. Volgende maand concludeerde de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD, dat een paar zware beschuldigingen onvoldoende waren onderbouwd. Weet je, Jochem en die was helemaal niet in de buurt van het fietsenhok. Dat geldt echter maar voor enkele onderdelen van het
Amersfoort, zo stelde de rechtbank maandag. Daarom was er genoeg reden voor de inspectie om begin 2019 het onderzoek naar de school te hervatten. Dat nadere onderzoek mondde in mei 2019 uit. In een voor het Haga Lyceum vernietigend rapport, met name over financieel wanbeheer. Financieel wanbeheer, mevrouw, op een school in Amsterdam-Nieuw-West? Nee toch, dat heb ik nou nog ik krijg het niet uit mijn strot, ik ga het proberen. Dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. Mevrouw Halsma heeft 2 kinderen. Die zijn iets 1 jaar ouder dan ons kind. Ons kind heeft 4, 5, 6, 5 jaar lager onderwijs gedaan in Amsterdam-Nieuw-West. En financieel wanbeheer. Maar goed, te zwaar middel. De rechtbank tilt daar minder zwaar aan dan de minister, ook al omdat de inspectie in november vorig jaar oordeelde dat de financiën van de school juist op orde waren. Daar komt bij dat de externe accountant de jaarrekening heeft goedgekeurd. Daarom vindt de rechtbank dat de minister een te zwaar middel heeft ingezet met het wegsturen van de school. Dit vind ik ook raar. Dus, in mei, wanbeheer. Dus, zij nemen maatregelen, gok ik dan, die school, huren, weet ik niet, een externe. Help, we zijn niet zo goed met Excel en boekhouden, we hebben er geen kut van. Wie doet dat? Een vrijwilliger, want we hebben helemaal geen geld. Dus we hebben net als alle andere scholen in Amsterdam-West, Nieuw-West, let u op. Net als alle andere scholen in Amsterdam-Nieuw-West, hebben wij 1 vrijwilliger. En die heet Saskia. En Saskia is er alleen op de eerste dinsdagochtend van de maand. 2 uur, van 9 tot 11. Dus moet je Saskia bellen, maar je kan haar een mailtje sturen. En dan krijg je een hotmailadres, want Saskia heeft natuurlijk niet een officieel e-mailadres op die school. Ik spreek hier uit ervaring. Het door de rechtbank vastgestelde wanbeheer is aanzienlijk minder omvattend en minder ernstig dan de verwijten die de minister aan het CEO heeft gemaakt. Advocaat Wouter Porsch sprak namens het Haga Lyceum van een principiële uitspraak die de vrijheid van onderwijs markeert. Minister Slob heeft op Twitter gemeld dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Hij kan niet tegen zijn verlies. Nou, wat je hier ziet gebeuren, een gek gooit een school dicht, zet hele zware middelen in. De rechter zegt, maar dat slaat nergens op. Dat kan ik niet hebben, dan ga ik in beroep. Dat heb ik meegemaakt. Zeker nog, dat heb ik meegemaakt. En dat heeft mijn dochter meegemaakt. En dat heeft mijn ex-vrouw meegemaakt. De afgelopen 2,5 jaar. Letterlijk dit. Een motherfucker in Den Haag. Brulde wat. Ja, hij hesterde de situatie. Sloeg met zijn hand op het bureau. En begon lekker te schreeuwen. En daar kwam een rechtszaak van. Let u op, mevrouw de burgemeester. En wij wonnen die rechtszaak. In augustus 2018. En het was inderdaad een vernietigende uitspraak. Maar ja, die motherfucker in Den Haag. Die kan niet tegen zijn verlies. Dus die motherfucker in Den Haag, die ging in beroep. En dat vertelde hij ons niet op Twitter. Wij kregen dat te horen met een e-mail. Met een e-mail. Gelukkig niet op Twitter. Dat zou helemaal erg geweest zijn. En toen ging die kokzokker in beroep, mevrouw de burgemeester. En het beroep duurde godverdomme een jaar. En toen werd het 15 januari 2020. En toen was er weer een vernietigende uitspraak. In hoger beroep. En dat was heel bijzonder was dat. Dat was heel bijzonder. Om mee te maken. En dat is, ik weet het niet, een onbeschrijfelijk gevoel nog steeds. Dat is waarom ik de laatste weken zo off ben geweest. Het is ook deels waarom ik dit YouTube kanaal begonnen ben.
Het is ook de reden waarom we heel vermogend gaan worden. Want wij gaan een partijtje schadevergoeding krijgen, mevrouw de burgemeester. En dat Haga Lyceum gaat dat ook krijgen. Nou, ik ga je vertellen wat er gaat gebeuren. Ja, allemaal goed opletten. Dit is minister Slob. Dit is de schrijvende aap in Den Haag. Net als die schrijvende aap in de Stopera. Burgerschapskunde. Burgerschapskunde. Huidige wetgeving biedt onvoldoende basis voor aanwijzing. Nee hoor, die huidige wetgeving die was al jaren prima. Maar nu jij verloren hebt, kutlul. Nu is er iets mis met de wetgeving. Nee, je hebt gewoon de zwaarste middelen ingezet tegen die school. Omdat je voelde je de regent. Je was de situatie aan het hesteren. Zoals bekend ligt er inmiddels een nieuw wetsvoorstel voor burgerschapsonderwijs. Nu is het al onderwijs, dus het is burgerschapstraining. Zo begon het hier in Amsterdam. Toen werd het plotseling burgerschapskunde. En nu is het zelfs burgerschapsonderwijs. Nou, laten we heel eerlijk met elkaar zijn. Alle kinderen, mevrouw de burgemeester, ze moeten leren lezen en schrijven. Ze moeten leren rekenen. En ze moeten een beetje sociaal en vriendelijk met elkaar omgaan. Het heet maar onderwijs, mevrouw de burgemeester, is zo afschuwelijk waardeloos slecht. Er wordt al 20 jaar lang onderzoek gedaan naar onderwijs. En dan wordt er aan kinderen gevraagd wat ze van het onderwijs vinden. En die resultaten die zijn erbarmelijk. Kinderen vinden de meeste lessen saai. Ze vinden het onderwijs saai. Ze vinden scholen een gevangenis. Ze hebben er helemaal geen zin in. De motivatie van de gemiddelde leerling is helemaal shit. Omdat het onderwijs helemaal motherfucking shit is. Oké? Het is shit. Het is dog shit. Ze vinden zelfs rekenen saai. De universiteiten kampen met hetzelfde probleem. Leerlingen, studenten vinden de lessen saai en ze betalen zich groen en geel voor. Recent, en dat is volgens mij eind vorig jaar of ergens begin dit jaar, stond een groot artikel in Nu, waar de organisatie die dat onderzoek doet, dat is een landelijke organisatie, zei: het is al 20 jaar dweilen met de kraan open. Het is al 20 jaar een absolute ramp. We krijgen alleen maar slechtere en slechtere resultaten. Ja, oké. Wat denken we hier? Ja, dus we hebben allemaal grote mensenverstand. Denken wij echt van, nou, als ik, weet je wel, dus, oké. Mevrouw de burgemeester, ik ga het als volgt uitleggen. De kans dat een Nederlandse astronaut als eerste de Nederlandse vlag gaat plaatsen op de planeet Mars. Ja, dus wij schieten een raket af. Die raket, daar zit een capsule op. Die capsule die gaat naar Mars. Die capsule die landt op Mars. Die astronaut, die Nederlander, die stapt uit. Die capsule. Die plaatst daar de Nederlandse vlag. En dan mag hij spreken. Via satellite delay. En dan zegt hij: ik heb dit allemaal te danken aan de burgerschapstraining die ik vroeger heb genoten op mijn basisschool. Mevrouw de burgemeester, de kans dat dat gebeurt is absoluut motherfucking nul. Ja? Als er een vak is wat jij als eerste moet droppen, waar je gewoon kunt slapen, kunt kutten op je telefoon, kunt tekenen of weet ik niet, kauwgom kauwen of gewoon zo'n oud, gewoon helemaal niet opletten, niks niet, dan is dat vak burgerschapskunde. En ik beweer dat als je alle kinderen in Nederland, ook de kinderen van burgemeester Halsema, en ook de kinderen die leuke drie prinsesjes van Oranje gaat vragen: wat vinden jullie van burgerschapstraining? Wat vinden jullie van burgerschapskunde? Dan zul je zien dat dit het minst populaire fucking kutvak is wat er is. Ja, maar goed, er ligt een nieuw voorstel. Ik krijg mijn zin niet, ga ik lekker de wet veranderen. Hoe oud is Arie Slob? Is hij fucking 4? Jesus Christ. Ondertussen gaan we in hoger beroep. Nee, toch. Net als die motherfucker die wij tegenkwamen in Den Haag. Dat doen ze daar. Ik krijg mijn zin niet, nou ga ik gewoon harder stampvoeten en in mijn bed plassen. En huilen en gillen en piepen en janken. God kan leren. Die gasten in Den Haag, echt waar. Het infantiele gedrag. Die gasten zijn 4 jaar oud. En fucking emo.
Belangrijk om te weten, ja, denk je, ik vind het namelijk niet zo belangrijk. Belangrijk om te weten wat we met een aanwijzing mogen in belang van de leerlingen. Dat is codetaal. Je moet je voorstellen dat de Nederlandse overheid, hier in Amsterdam zijn dat jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming, het cluster sociaal en jeugd. Dat is die mevrouw die we net hadden, Simone Kuknuim. Dat is deze. Moet je naar kijken. Hier. Moet je zien. Kind, eet je wel goed? Ben jij mager? Wanneer is de laatste keer dat je iets gegeten hebt? Vast voedsel. Hebben we het erover. Oh, voedsel wat je echt ook verteerd hebt. Dit is niet normaal, man. God alle Jezus. Hier ook. Hier zit ze ook zo slecht. Jezus. Kijk dat nekje. Dat is mijn onderarm. Dat is niet goed hoor. Dat is niet goed. Ja, met de Depakine krijg ik veel meer rust in mijn hoofd. Zo ziet er ook uit. Sterk kind. Och Jezus. Maar goed. Hier in Amsterdam. Nederlandse overheid. Wat ze ook doen. Al komen ze naar je huis en schijten ze op de grond. Dat doen ze altijd in het belang van de kinderen. Serieus, in het belang van de kinderen. Het maakt niet uit, al bulldozen ze in je huis plat. Terwijl jij lekker ligt te slapen. Of weet ik niet, een goede film aan het kijken bent. Ja, we waren bezig in het belang van de kinderen. Nou, we kunnen dat heel makkelijk toetsen. Wat we gaan doen is, we gaan met z'n allen naar het Haga Lyceum. Of weet je wat, dat doen we niet. Daar worden die mensen bloednerveus van. We sturen het Haga Lyceum een e-mail. En zeggen we, hi, willen jullie meedoen naar een gratis enquête? Ja. En die enquête die geven we aan alle leerlingen en alle ouders. Dus papa en mama en kind. Dus drie enquêtes per gezin. Als ze meer kinderen hebben op het Haga Lyceum, dan weet ik van nog meer enquêtes. En dan vragen we aan die mensen hoe ze dat vinden. Wat vinden jullie van de les? Wat vinden jullie van de kantine? Wat vinden jullie van de veiligheid? Wat vinden jullie van hoe schoon het is? Wat vinden jullie van de gym? Weet je, gewoon zo'n standaard enquête. En dan zul je zien dat iedereen helemaal tevreden is. Maar deze monkey, dit kleine aapje hier in de haak. Ik heb mijn zin niet gehad, ga ik in beroep gaan, lekker de wet veranderen. Doe maar. En probeer er vooral niet bij in je broek te plassen, Arie. En wat gaat er nou gebeuren? Nou, dan gaat het naar het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof doet dan exact hetzelfde wat die rechtbank doet. Dus die doen exact dezelfde toetsing. Dus als het Haga Lyceum gewoon zo door blijft gaan zoals ze nu gaan. Ja, dus hun administratie is op orde, klaar. En geen gekke nieuwe toestanden daar. Geen rare tweets. Dan zegt dat Hoge Rechtshof van het einde. Ja, wij doen exact hetzelfde als de rechtbank heeft gezegd. Want te zwaar middel, het middel wat u heeft ingezet, mag u niet inzetten onder deze omstandigheden. Dat is exact wat ons is overkomen, 2,5 fucking jaar lang. Op exact dezelfde manier. Motherfucker in Den Haag geldt wat. Dat blijkt helemaal niet te mogen van een rechtbank. Dan ga ik in beroep. Ga maar lekker in beroep, Arie. En schop tegen een prullenbak of zo. Het is om te janken. Ondertussen, één hè, één zo'n school. 200 van deze. Het onfeilbare woord van God. Jongens moeten eruit zien als jongens. Meisjes geen pantalon. En ik denk dat het best geestig is om hier eens een keertje te gaan vragen hoe ze denken over burgerschapskunde. En dan kunnen we ook wat vragen stellen over echtscheiding, abortus en homoseksualiteit bijvoorbeeld. Ik denk dat je daar hele gekke dingen tegenkomt. Echt superleuk. Echt superleuk. En wat we ook kunnen doen is, misschien kunnen we wat mensen die ooit reformatorisch waren, maar uit die secte zijn gestapt, vragen hoe gemakkelijk en hoe leuk dat ging. Ja, en wat we ook kunnen doen is, we kunnen hier ook een enquête houden. En dan vergelijken we die enquête met het Haga Lyceum. Dus we kunnen allemaal verstandige, nuchtere, gezonde, grote mensen dingen doen. Maar dat gaan we niet doen. Want we hebben te maken met een klein mongooltje. Een vierjarige in Den Haag. En die vierjarigen in Den Haag, die kunnen niet tegen verliezen. Dan gaan ze heel erg stampvoeten, heel erg stampen en janken en piepen en huilen. Letterlijk wat wij hebben meegemaakt. En deze advocaat,
Wouter Porst, die zegt, principiële uitspraak, dat zeiden onze advocaten ook. Het is heel, heel mooi te zien hoe stupide die Mongolen in Den Haag zijn. En hier in Amsterdam, mevrouw Hansen, maar ja, ik denk dat het tijd wordt dat wij als gemeente gaan roepen van, lieve mensen van het Haga Lyceum, jullie willen gewoon strikt religieus onderwijs, net zoals het reformatorische onderwijs. En ja, wij vinden dat misschien niks, maar dat is jullie goed recht, want dat is nou eenmaal hoe jullie zijn. Dus dat is wat jullie willen. Dat vind ik. En mevrouw de burgemeester, u gaat naar plekken toe waar geschoten wordt met kalasjnikovs en waar granaten worden achtergelaten. Kunt u ook een keertje hier langs gaan, denk ik. En je zult zien dat rechts Nederland dan vreselijk gaat gillen en schreeuwen. Maar na deze ellende is het misschien even verstandig om die scholen hart onder de riem te geven. En te zeggen van laat die aap in Den Haag maar gillen. Want 100% zeker dat dat gebeurt. Er komt nog een vernietigende uitspraak aan. En als ik deze twee woorden zie, gewoon deze combinatie van woorden. Vernietigende uitspraak. Oh, daar word ik helemaal gelukkig van. Serieus, daar word ik helemaal gelukkig van. Want ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Wij als gezin hebben exact hetzelfde meegemaakt. Ik ben heel, heel, heel erg blij voor het Haga Lyceum. Ik vind het heerlijk als die apen in Den Haag worden afgestraft omdat ze de boel aan het hesteren zijn. Eet jij wel goed? Ja, morgen hebben ze pudding met dopertjes. Pudding met dopertjes, dat klinkt lekker. Maar iets van vlees of aardappelen? Nee. Zo'n last van mijn maag. Maar deze ziet er ook goed uit. Wat is er met het? Ja, de huid, zie je? Ze heeft iets met haar huid. Ze heeft iets met haar huid. Dat is te weinig vitamine, te weinig B12. Ik vind dit ook, ook iets met haar huid. Zie je? Dat ziet er. Och, jee, dat heb ze echt aangetrokken. Oh mijn god, of haar kinderen zijn blind. Volgens mij heeft ze er 3. En anders is haar partner blind. Mevrouw de burgemeester, kijk even, dit is Femke Halsma. Kijk even hoe die eruit ziet, ja? Gewoon even hier, let op. Let op, classy, ja, hier. Very classy. Dit is ook een prachtig mooie foto, classy. Hey, stylish. Hier, dit is ook een prachtige foto. Met dat haar. Stylish. Stylish. Weet je, dit is een dame. Stylish. Ja. Dit is een dame. Hier ook. Lachend. Dan wordt het helemaal erg. Stylish. Formeel, maar stylish. Hier, weet je, op een festival, maar nog steeds. Kijk, spijkerbroekie, basic, simpel handtasje, stylish. Ja, ik kan doorgaan hoor. Stylish. Ja. What the fuck is dit? What the fuck is dat? Heb je je pyjama aan? Hé, je hebt je pyjama nog aan, schat. Zo kun je niet naar kantoor. What the fuck is dit? Dat zijn... Wat zijn het? Zijn het kleine kersjes? Bloemetjes? Oh mijn god, het zijn... Ik heb hele slechte ogen, maar het zijn een soort rode bloemetjes. En kijk hoeveel. God, kun je je voorstellen dat je met een kater naar kantoor gaat en hier de hele dag tegenover moet zitten? Nou, ik niet binnen. Ik denk dat je dan zelfs, weet ik niet, je gewoon ziek kan melden. Sorry, maar... Hi, meneer de directeur. Ik voel me helemaal niet lekker, want... Kijk wat ze aan heeft. Eet je zo wat? Neem lekker, weet ik niet. Neem wat goulashsoep dan. Die is wat dikker. Nee, ik kan mijn maag niet tegen. Nee. Hier heeft ze dat. Nog een keer dezelfde foto. Ik wil op deze klikken. Raar, hè? Zie je? Kijk, hier heb ik een heel ander plaatje met die AT5 microfoon. Onvoorstelbaar. Wat heb je aan? Ik heb je pyjama nog aan. Zou het een onesie zijn? Zo'n trappelzak? Het zou me niet verbazen als dit een trappelzak is.
Niet meer, maar ook niet minder dakloze jongeren. Nee, ja, god, weet ik niet. Ik ben bezig met dit. Moet je kijken wat ze aan hebben. Hoe zou dit gebeurd zijn? Ze ging naar de CNA. Of naar de HEMA. En toen liep ze naar binnen. En toen heeft ze heel lang rondgekeken in zo'n bak. Met allemaal hele leuke jongenspyjama's. Voor jongens van, nou wat ga ik zeggen, 12. Dan ben ik u aan het matsen, mevrouw Kukenheim. Hebben jullie jongenspyjama's voor de leeftijd 12 jaar? Welke maat? 146. 146. Oh, deze is leuk, met die bloemen erop. Ja, dat is eigenlijk een meisjespyjama, mevrouw. Dat neem ik niet. Dat ziet er niet uit, hè? Maar goed, deze mevrouw die gaat dan over onderwijs in Amsterdam. Ja, heerlijk. Echt waar, heerlijk. Heerlijk. En geloof me, lieve mensen, mevrouw de burgemeester. Ik ben niet zo'n fan van... dit is ook een goede foto. Hier, kijk nou even. Ja, need I say fucking more. Stylish. Jongenspyjama. Wat is dit? Oh, ik... dat is wel jammer. Misschien zijn die foto's het eigendom van iemand. Hier, kijk ook. Was je aan het klussen thuis? Ja, we hebben een nieuwe IKEA. Tafeltje. Met de Depakine krijg ik gewoon veel meer rust in mijn hoofd. Wat glimmen je ogen mooi. Wat is dit? Misschien heeft ze wel een enge ziekte. Dan zou dit allemaal heel lullig zijn. En schaam ik me ineens heel erg. Dan is ze hier. Och, Jezus. Och, Jezus. Oh. Hier was ze net opgenomen geweest. Dit is na haar breakdown. Na haar crisis. Ja, ik... Wel nog warrig, maar... Ben wel blij dat ik van de straat ben. Ja, wij ook. God alle Jezus. Simone Kukenheim. Kijk nou toch. Hoe kan iemand zo mager zijn? Nee, ja. Zij gaat dan ook over jeugdgezondheid. Weet je, maar ja. Ik ben die kinderdag, maar die kinderen die hebben meer spiermassa dan jij. En ze zijn wat, 7? Hi, ik heb de bouw van een 7-jarig meisje. En een hele mooie jongenspyjama. Hele mooie jongenspyjama. Echt wel prachtig. Oh, ik ben een beetje off-topic geraakt. Okido, lieve mensen, hier is mijn voorspelling. Er komt nog een vernietigende uitspraak aan. Zelfs met zijn wetswijziging. En mevrouw de burgemeester, burgerschapskunde, burgerschapstraining en burgerschapsonderwijs is de allergrootst mogelijke bullshit die ik ooit heb gehoord in mijn hele leven. En als een school het in hun fucking hoofd haalt. Mijn dochter doet nu middelbaar onderwijs. Maar als die middelbare school het in hun motherfucking hoofd haalt. Om te zeggen, wij gaan jouw kind trainen in burgerschap. Let u op. En eet jij wat? Als een school het probeert om mijn kind burgerschapskunde te leren. Dan krijgt mijn kind van mij een fucking briefje mee. Waarop staat dat ze daar allergisch voor is. Punt. En dan meld ik haar ziek. Zijn jullie godverdomme gek geworden, stelletje apen, burgerschapstraining. Vernietigende uitspraak. Wat een combinatie van woorden. Oh. Nou, lieve mensen, het is een beetje langdradig gebeuren geworden. Maar hier wilde ik echt even lekker over van wal steken. Gisteravond had ik er geen tijd voor. Toen, I got my ass handed to me. 9-0. Vorige keer was het 4-0. Toen deed het al heel veel pijn, maar 9-0. Oh, mijn god. Ik ben nog helemaal miserabel. 9-0. Weet je wat je zou moeten doen? Je zou pool moet je gaan geven op scholen. Vinden kinderen hartstikke leuk. Zijn ze aan het passen en meten. Heel rustig en secuur en geconcentreerd bezig. En ze zijn stil. Ze drinken niet zoveel. Ze zijn niet aan het gamen. Ze zijn niet op hun telefoon. Dat zou je moeten doen. Lijkt me leuker dan burgerschapstraining. Dit. Voor kinderen. Krijgen uw kinderen burgerschapstraining? En vinden ze dat het leukste vak? Ik denk het niet. Lieve mensen. Dat meer.
Tot de volgende keer.